Het is helemaal fucking niks gewoon. We worden gewoon op straat gekankerd als fucking honden. Ja? Ik regel alles voor die kleine kindjes allemaal. Baby's. Fucking baby's. Allemaal fucking baby's. Ja? Dit is een van de mensen die graag hangt op de paardenmarkt in de binnenstad. We hebben ze geblurred omdat ze duidelijk onder invloed zijn, maar dit gedrag... Ik ben de kanker, de fuck, maar, in Alkmaar. Ja? Ik verkracht je, op beeld. Ik ben... Is bijna dagelijkse kost voor ondernemers rondom het plein. Nou, op zich is het een vrij mooi plein met veel zon. Alleen, ja, we ervaren veel overlast van daklozen, alcoholisten, junkies. En die zijn vervelend voor ons en voor de omgeving, voor eigenlijk alle mensen die hier langskomen. Sommige van hen draaien harde muziek, urineren op straat, gebruiken drank en drugs. En ze daarop aanspreken blijkt niet zonder gevaar. Ik ben zelf een keer bedreigd met een groot mes, omdat ik vroeg of ze even verderop wilden gaan staan schreeuwen. Toen werd een groot mes getrokken en toen moest ik even rennen. Dat heeft op mij het meeste indruk gemaakt, maar we hebben ook wel eens vechtpartijen voor de deur gezien. Zoals 3 weken geleden nog in deze zijstraat. Sandra woont al 10 jaar in dit appartement en ziet voor haar ogen gebeuren hoe de problematiek verergert. Het begon met 2, 3, 4 en nu zitten er af en toe wel 12 mensen. En in het park kan dat wel oplopen tot 30, 40 mensen per dag. Ik weet echt mensen die 's avonds, als het wat schemerig wordt, niet meer het park ingaan met hun hond. En ook het gebeden om geld of sigaretten gaat ondanks dit verbod gewoon door. Ja, dat intimiderende gedrag. Ik heb zelf iemand gesproken die zegt, ik heb al ruim 50 euro aan iemand gegeven en ik wil het eigenlijk niet meer. En eigenlijk geen nee durf te zeggen. Nou, dat vind ik wel een heel zwaar probleem. Wat doe jij eigenlijk als ze je aanspreken? Ik zeg gewoon, ga werken voor je geld of van mij krijg je niks. Omdat wij moeten gewoon kankerlam worden elke dag. Snap je dat mensen ook overlast hebben van bijvoorbeeld je geschreeuw? Ik ben niet lastig. Ik word lastig gemaakt. Ja? Als je mij lastig gaat maken, ga ik gewoon de fuck doen. Klaar. Handhaving komt wel snel als je ze belt, maar kan niets aan de situatie veranderen. Wat heb je net tegen deze mannen gezegd? Nou, eigenlijk niks. Alleen wat ik gezegd heb is of ze naar het munnikenbolwerk willen gaan. Voor de rest niks. Wat kan je doen? Ja, bekeuren. En voor de rest niks. En eventueel mee laten nemen met de politie. En als ik zelf de politie bel nadat ik door deze vrouw met de dood word bedreigd, sturen agenten haar alleen maar weg. Ja, ze krijgen een berisping of ze rennen weg. Een half uur later zit ze hier weer. Je zou op een gegeven moment zeggen, je gaat een knokploeg inhuren om als dit zo door blijft gaan. Zo sta ik wel. Ik zal nooit verhuizen. Nee, dat ligt niet in mijn aard. En ik zal ook mensen helpen die bang voor hun zijn, want dan loop ik gewoon met ze mee. Ja, het is gewoon een doorn in het oog van het mooie Alkmaar. Hoe ver moet het komen voordat er nou een keer echt wat gaat gebeuren? Ja, ik weet niet, misschien moet er een keer een dode vallen of zo. Ik ben de kankervak van Alkmaar en ik hou van jullie allemaal, ja? Ik weet wat het is, het leven, ja? Zodat mijn kanker weet je? De gemeente is meermaals om een reactie gevraagd, maar wilde niet voor camera reageren. Wel laat de VVD weten raadsvragen te gaan stellen.